Vijfde sessie, Design to Development. Ons vijfde deel draait helemaal rond webdesign en de link die we eigenlijk kunnen leggen met development. Dat is ook een sector waar dat, ja, samenwerking zeer belangrijk is tussen developers en designers. En dat is een samenwerking die, ja, ook een hele grote evolutie heeft doorgemaakt doorheen de jaren. Ik ben zelf ook een beetje een oldschooler op dat gebied, om het zo te, of oldschool, een ervaringsdeskundige, maar met vergane ervaring, om het zo te zeggen. Dus wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Ik heb ook ooit nog websites ontworpen en gebouwd. Hè. Ik ken zo wat van HTML en CSS en PHP, dat stamt uit mijn oude Joomla-dagen. Kent je dat CMS-systeem? Ja, ja, absoluut. Ja, Joomla. Nu, in die tijd ging dat er heel anders aan toe. Hè. Ik spreek hier over 2008, 2009, dat ik zo met webdesign bezig was. En dat was zo, ja, de old ways. Ik ontwierp visueel eigenlijk in Photoshop heel vaak. Soms ook wel een keer Illustrator. Maar ja, je kent dat maar al te goed. Je maakt absoluut die designs, je gaat dat met staan. Designs naar uw klant om dat te gaan tonen. Zo werkt dat vandaag de dag niet meer. Hè. We leven nu in een heel ander tijdperk met heel andere toolingen. UX, UI is, ik heb dat volwassen zien worden eigenlijk daarna. Ja. Met de komst van nieuwe tools zoals Sketch, Figma, XD bijvoorbeeld, die nu ja, zo wat een baas spelen. Goed, wie heb ik meegebracht daarvoor? Elke Moras, onze die vreet code for breakfast, om het zo te zeggen. Dus die weet daar wel iets van af. En zij zal voor ons een beetje, ja, web toelichten en de link met development. Yes. Welkom. Hallo. Hallo allemaal. Ja, tuurlijk, als we gaan kijken naar hoe websites vroeger gemaakt werden, zien we dat we toen eigenlijk heel, heel veel op een heel klein scherm wilden weergeven. Eigenlijk, ik ben zelf begonnen met websites te bouwen midden in het Flash-tijdperk eigenlijk. Dus de eerste sites die ik mede bouwde, ja, dat was onder andere ook in Flash en zorgen dat het zo flashy en zo bewegend mogelijk was. Hè. Toffe tijden. Toffe tijden, absoluut. Ja, als we nu gaan kijken naar het web, zien we dat daar nog altijd heel veel toffe voorbeelden eigenlijk gewoon, ja, momenteel live staan. Een goed voorbeeld daarvan is Links Cars, een autodealer uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, zoals je zelf al aan het design kan zien, gebruiken die nog heel veel oldschool toetsen, hè, de kleuren, de lettertypes. En ja, willen ze eigenlijk ook nog altijd heel veel weergeven op een zeer beperkte plaats. De website heeft ook een ontzettend toffe mobiele versie, zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Toen ik het u zag voorbereiden, dacht ik effectief dat dat een site van zo'n 98 was. Ja, absoluut. Het heeft nog steeds dezelfde look en feel natuurlijk. Hè. Okay. Dus, top. Ja, een heel ander voorbeeldje daarbij is bijvoorbeeld Arngren. Dat is eigenlijk een Noors bedrijf dat er, ja, een beetje naar streeft om heel veel gadgets en dergelijke te verkopen. Ja, zoals je kan zien is dat, ja, designgewijs ook niet echt een parel, maar ja, het doet zijn ding. Heeft ook absoluut geen mobiele versie bijvoorbeeld. Is wel eens tof om te bezoeken. Er staan heel veel toffe dingen op en is ook nog altijd een van de beste voorbeelden hoe webdesign eigenlijk niet zou moeten. Dus... Toch de meest bezochte. Toch nog steeds een van de meest bezochte. Links Cars is daar ook een prachtig voorbeeld van. Ondanks dat het er zo flashy uitziet, is het eigenlijk een van de meest bezochte sites om ook voorbeelden van oldschool webdesign weer te geven. Een ander voorbeeld wat we ook ja, nog steeds kennen, is de website van de Space Jam natuurlijk. Ik heb die in de cinema gezien. Oef, dat is al lang geleden. Ik denk dat ik toen misschien net mijn eerste communie gedaan had of zo. Dat was een minimaal een tijd. Even te kaderen. Ja, je gaat ook zien als je nu naar die site gaat surfen, ga je ook zien dat er al een hele nieuwe site op staat. Maar toch hebben ze nog een hoekje gehouden om hun oude site vanuit de jaren 1996 staat er zelfs bij. Om dat toch eigenlijk ook nog, ja, een beetje een plaats te geven. Knap patroon ook in de achtergrond. Prachtig. Ja, als we verder gaan kijken, is een van de meest, ja, sprekende voorbeelden eigenlijk, waar dat we ook, denk ik, ook wel een goede evolutie in gezien hebben, zijn de websites van Disney. We zijn eventjes in het Webdesign Museum gaan graven en ook hier zien we eigenlijk, als we doorheen de tijd verder gaan, dat er hier ook wel een, ja, eigenlijk een groei in zit eigenlijk. Hè. Dus waar ze er eigenlijk naar streefden, dat er heel veel funky lettertypes en dergelijke gebruikt worden, zien we dat als we doorheen de tijd gaan, dat ze toch ietsje meer ademruimte voorzien, ietsje meer branding en dergelijke komt dan naar voren.
Ja, de concepten. Dit zal vol in het Flash-tijdperk geweest zijn, dat we ook heel veel naar, al iets meer naar interactiviteit streefden. En als we dan iets meer naar de hedendaagse versies van de website gaan kijken, zien we dat er meer ruimte is voor witruimte, meer afbeeldingen en ieder stukje afzonderlijk spreekt ook iets meer. Hè. Ja. En dit is een site dat hij er op de dag van vandaag ziet, dat het nog meer dat dromen en zo eigenlijk naar voren komt, grotere beelden en eigenlijk iets meer to the point dan wat er vroeger was. Het above the fold principe, dus eigenlijk alles wat je direct ziet als je op een website terechtkomt, hoe dat er vroeger en nu uitzag, ja, dat is eigenlijk een wereld van verschil. Hè? Ja, ja. Dus... Maar ik heb dat allemaal zien gebeuren, het is ook heel logisch. Ik heb ook al vaak gezegd, het is zo'n beetje de schuld van designers geweest, dat dat eigenlijk fout is gelopen initieel. Ja. In de begindagen, HTML, dat was basic eigenlijk. Ja. En dan kwam CSS uit natuurlijk, en dan had je de mogelijkheid om eigenlijk HTML te gaan stylen, met cascading style sheets, ja, konden dat gaan vormgeven. Ja. Maar ja, wie hadden ze daarvoor nodig? Een vormgever. En HTML, CSS, dat komt van coders, van eigenlijk ingenieurs en een heel ander type mensen die niet met vormgeving bezig zijn. Twee werelden die samenkomen, hè. Ja, en dan die designers, wat deden die al heel snel? Tabellen gaan zetten in HTML, zodat ze een vaste structuur hadden. Want de laatste jaren of 10 jaar geleden was in één keer responsive design het ding. De wereld weer veranderd. Ja, alle sites moesten responsive zijn, terwijl dat de allereerste webpagina eigenlijk responsive was. Een HTML-pagina is van nature flexibel, tekst gaat spannen. Ja. Maar daar konden designers toen niet goed mee om. Dus die wilden allemaal vastzitten in kottakjes en dat kunnen controleren. En dat is de volwassenwording dat ik heb gezien, ook weer door de komst van dat ding hier, hè, de smartphone. Ja, want in de begindagen ook zag je desktoppagina's die je op je telefoon moest gaan bekijken. Dat werkt voor geen meter. Scrollen, onder andere. Ja, en dan is dat responsive design een ding geworden eigenlijk. Boeiende evolutie, maar heeft wel wat voeten in de aarde gehad natuurlijk. Absoluut. Ook als we gaan kijken naar vroeger, dan zien we heel veel gradiënten. Links Cars doet het nu bijvoorbeeld nog altijd, maar ook vroeger, dan kijken we misschien 10, 12 jaar terug, Comic Sans was nog oké om dat op een website te gebruiken. Ik weet nog ten tijde van MSN Groups, waar bijvoorbeeld glitters heel hard naar voren kwamen. Ik weet ook nog de tijd van de MeToo-beertjes waren hip en trendy, maar ook het lettertype Comic Sans MS was toen nog helemaal oké. Wat we daar ook wel zien is dat er vroeger veel minder aandacht besteed werd aan webdesign. En dat we ook wel websites echt effectief, zoals je al aanhaalde, opmaakten nog in tabellen en in iframes zelfs. Dat er nog heel veel eigenlijk op één pagina werd ingeladen. Ja, schuldig. Als we dat dan natuurlijk gaan zetten tegenover hoe we vandaag eigenlijk websites maken, zien we inderdaad dat er heel veel nieuwe tools zijn. We besteden ook effectief veel meer aandacht aan webdesigner. Alles is cleaner. Het web moet eigenlijk voor iedereen zijn. En gelukkig zijn ze daar ook op de developmentkar gesprongen met eigenlijk heel veel tools die dat al veel makkelijker maken. Denk maar aan CSS-frameworks zoals een Bootstrap en tegenwoordig zelfs een Tailwind, die het eigenlijk ook veel vlotter en makkelijker maken om een webdesigner dat opgemaakt werd door UX-UI-designers om te zetten naar development eigenlijk. Als we dan effectief naar de tools kijken, we zien ook met dat het web veranderd is, dat ook eigenlijk alles veel sneller en veel iteratiever moet zijn. We zitten ook met heel veel meer artboards. En als we dan naar de tooling gaan kijken, dan zien we natuurlijk dat Photoshop nog altijd het kloppend hart is. Van eigenlijk heel veel zaken dat daaruit voortgekomen zijn. Was ook, denk ik, de pionier van de webdesign tools vroeger. Ja. En dan spreek ik misschien nog... Fireworks. Ja, een publisher en dergelijke. Vergane dus, glorie. Ja, absoluut. Dus er zijn heel veel tools al gepasseerd. Er zijn er een paar die dat zo de revue gepasseerd zijn, maar toch ook een paar die dat nog altijd gebleven zijn, afhankelijk van dat je gewoon bent natuurlijk. Hè. Dus enerzijds is er Photoshop. Figma is ook een van de grootste spelers momenteel op de markt. Van Adobe. Van Adobe ondertussen, inderdaad. Sketch is ook een van de bekendste tools. Ja. En ook Adobe XD natuurlijk. Hè. Natuurlijk, in deze tools zien we eigenlijk één grote lijn. Ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde einddoel een beetje, maar zijn toch een beetje anders op hun eigen manier, zo te zeggen. Ja. Nu, wat komt daar eigenlijk... bij kijken, dat als we naar webdesign gaan kijken, ga ik jullie eventjes helemaal meenemen naar het begin der beginnen. Wat we eigenlijk moeten doen is, als we aan een design traject eigenlijk gaan starten, is het eigenlijk vooral belangrijk om eventjes met onze klant
in gesprek te gaan en even aan onze klant te vragen van wie is effectief jullie klant? Wie is eigenlijk de klant die dat het product gaat gebruiken? Want vaak hebben we een beetje de neiging om effectief een site voor onze opdrachtgever te maken. Maar daar staat tegenover dat we dan niet altijd onze eindklant plezieren. Ja, klassiek zijn dat ook als designer. De enige mensen waar dat je contact mee hebt. Ja, maar klopt. Ik denk dat het wel een beetje aan de UX, UI, webdesigner is om verder te gaan en bij zijn klant aan te dringen van ik wil met uw klant gaan praten of ik zal hem dan zelf opzoeken. Ja. Wat dan niet altijd evident is. Nee, maar, absoluut niet. En dat kan heel vaak heel snel gebeuren. Allee, voor de meeste projecten kennen we ook wel mensen in onze omgeving of weten we wel waar dat we mensen moeten gaan zoeken om even in dialoog te gaan, ook effectief met die mensen. En daarom eigenlijk een belangrijke aandachtspunt eigenlijk, hou altijd uw einddoelgroep in uw achterhoofd, want anders kan het zijn dat je frustraties en irritaties gaat opwekken. Ja. Ook daar zien we eigenlijk wel naar die end-user zo'n overlap soms met marketing en sales zie ik daar. Die doen bijvoorbeeld ook heel veel research naar doelgroepen vaak. En dan stellen die persona's op. En persona's is ook iets dat je in het UX-verhaal natuurlijk wel al heel vroeg tegenkomt. Ja. Van waaruit dat je eigenlijk start om je designs te gaan. Ja, absoluut. En ook doorheen eigenlijk het volledige proces proberen we er echt zoveel mogelijk naar te streven om ook echt gewoon te weten wie de persoon, wie is de eindgebruiker die dat ook effectief het product gaat gebruiken. Want het is uiteindelijk voor hen dat we het product gaan maken. Hè. Ja. Dus daarom is het toch gewoon ontzettend belangrijk dat als je aan zo'n project gaat starten, dat je ook echt gewoon de juiste mensen bij het project betrekt. Dat je eigenlijk samen met hen een flow gaat genereren, optimaliseren, om effectief ook heel het project te gaan uitwerken, eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja. Als we dan bijvoorbeeld naar het Adobe-pakket gaan kijken, zien we dat er heel veel tools zijn die dit ook effectief al ondersteunen. Hè. Dus daar komen we straks nog op terug. Dan gaan we jullie ook een paar tools laten zien. En nemen we jullie ook eventjes mee doorheen heel het proces eigenlijk van design naar prototype, naar het delen van uw prototype. Yes. Meestal als we dan effectief aan het designen overgaan, gaan we eigenlijk assets maken. En we maken die in, dat kan zelfs zijn fotobewerking in Photoshop, dat kunnen logo's zijn in Illustrator. En wat we eigenlijk heel makkelijk kunnen doen, is die assets in plaats van op onze server te gaan zetten in een folder die we waarschijnlijk, soms, ik geef het ook eerlijk toe, in de praktijk niet zo gemakkelijk terugvinden, kunnen we er ook voor kiezen om assets bijvoorbeeld te gaan opslaan. Het is al een paar keer aan bod gekomen in de CC Libraries. Ja, nu, wat dat betreft hier, wil ik ook wel nog een kleine kanttekening maken. Hier hangen sommige dingen af van een tool dat je gaat gebruiken, natuurlijk. Klopt. Dus er wordt hier nu gesproken over die CC Libraries, wat dat binnen het Adobe-systeem prima werkt. Klopt. Dus dat werkt echt naadloos samen met Adobe XD. Maar binnen Figma en een Sketch vallen daar natuurlijk uit een boot, wat dat betreft. Dus toch wat dat die connectie betreft met CC Libraries. Maar natuurlijk ook, als je team designt in een Figma of een Sketch, dan hebben die ook grafische assets nodig, maar dan zitten we wel op een iets ouder principe van eigenlijk met files te gaan werken. Hoewel, als ik nu kijk naar een Figma heeft zijn eigen design system met een library-achtig systeem eigenlijk waarop dat gebouwd is. Maar nu dat ze dat voor een kleine 20 miljard hebben opgekocht, zal die integratie met CC Libraries denk ik niet al lang op zich laten wachten. We wachten erop. Ja, er is wel wat ongerustheid. Er is ongerustheid. Ik geef het zelf ook eerlijk toe. Ik ben ook zowel een XD als een Figma gebruiker eigenlijk. En mijn hart sprong toch ook eventjes toen we het nieuws verkregen dat Figma overgekocht werd door Adobe. En nu zijn we eigenlijk vooral in spanning aan het wachten. Wat gaan ze ermee doen? Ja. Ze hebben gezegd dat ze het zo gaan in ere houden. Het is langs onze kant ook even koffiedik kijken, want rond XD is het ook muisstil. Het zijn eigenlijk twee competing apps. Dus, maar Figma heeft natuurlijk wel de grootste user base. Ja, dus klopt. En de grootste community ook. Hè? Klopt. Ja, inderdaad. Dus assets maken. En als we het dan inderdaad bezien met bijvoorbeeld Adobe XD, zien we dat we ook heel makkelijk die assets kunnen gaan hergebruiken. Hè. Ja. En eigenlijk waar dat de meeste tools tegenwoordig wel bij aansluiten, is dat de assets die opgemaakt worden in deze tools ook heel gemakkelijk gebruikt kunnen worden en geëxporteerd en dergelijke kunnen worden voor development doeleinden, eigenlijk, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk een beetje de kern
waar het uiteindelijk op het einde van de rit moet bekomen. Hè, dat iedereen in het proces en in de flow ja. ermee aan de slag kan gaan. Yes. Nu, natuurlijk eventjes first things first. Hè. Als we aan zo'n project starten, is het eigenlijk ontzettend belangrijk. Ik heb het al aangehaald, betrek op tijd de juiste personen bij het proces eigenlijk. Dat begint eigenlijk ook al in de offertefase. Als we gaan kijken naar het inschatten van projecten eigenlijk, is het soms toch eens handig om er eventjes zowel een designer als een developer bij te halen. Omdat een heel goed voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat het soms goedkoper kan zijn hè, als je voor een klant werkt die heel budgetafhankelijk is, om iets op een nieuwe pagina te laten openen en weergeven, dan bijvoorbeeld designtijd te steken in een slider of in een pop-up bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat we ook wel zien dat daar ja, soms gewoon een verschil in prijs kan zitten, ook afhankelijk hoe fancy moet het zijn naar mobiel toe en dergelijke. Ja, vandaar eigenlijk dat het gewoon ontzettend belangrijk is om op tijd de juiste personen samen te betrekken. Ik vind dat er to cour van in het begin altijd een graficus bij mag zijn. Bij veel van die besprekingen met klanten. Absoluut, omdat absoluut. Iedereen zijn input is belangrijk. Hè. En ook zoals dat jij het hier opmerkt, hè, vanuit je grafisch ja. standpunt weet jij beter wat werkt, wat niet werkt en hoeveel tijd dat daarin kruist. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Nu, wat komt daar eigenlijk ook bij? Het is ook gewoon al handig, en dat mag uiteraard na het offerteproces zijn, als we nou effectief aan een project bezig zijn, dat je op voorhand eigenlijk, voordat je het design begint op te maken, gewoon eventjes kort met de developer afstemt van hoe wil ik mijn assets eigenlijk ontvangen, zijnde als developer zelf. Denk hier bijvoorbeeld aan afbeeldingen. Hoe wil je die ontvangen? Hoe groot moeten die zijn? Logo's, moeten die vectorieel zijn? Moeten die er als PNG's of afbeeldingen in bijvoorbeeld? Moet ik zowel een PNG-versie bijvoorbeeld als er mails aan gekoppeld zijn? Voorzien worden SVG's voor op de website, omdat SVG's niet in e-mails ondersteund worden bijvoorbeeld. Maar ook een heel belangrijke waar misschien soms iets te weinig bij stilgestaan wordt en wat ook heel vaak een van mijn frustraties is, is het aangeleverd krijgen van lettertypes dat we ook op voorhand designers kunnen ondersteunen als ze bijvoorbeeld een lettertype kiezen, dat ze ook een lettertype kiezen dat ook effectief eenvoudig naar development over te dragen is. Of dat we naar een alternatief moeten grijpen, bijvoorbeeld een Google font of dergelijke. Dat ook gewoon frustraties zijn die vanaf het begin vermeden kunnen worden eigenlijk. Wat is ook ontzettend belangrijk om eigenlijk af te stemmen op voorhand is datatypes en posttypes. Wat zijn bijvoorbeeld posttypes? Dat kan van alles zijn. Dat kunnen blogberichten zijn, dat kunnen vacatures zijn, dat kan portfolio zijn en items die daaronder vallen, dat we ook gewoon op voorhand eventjes mappen hoe dat eigenlijk de data weergegeven wordt. Welke data op welke pagina weergegeven wordt. Bijvoorbeeld op een homepagina kunnen zowel vacatures als portfolio als blogberichten weergegeven worden. En dat je eigenlijk ook als developer gewoon al meteen weet van op die manier moet ik de eindjes aan elkaar knopen zodat vlot die data eigenlijk uit te lezen is. Oké. Een laatste puntje dat ik eigenlijk ook nog ontzettend belangrijk vind is als je een design maakt als designer zijnde, stem het ook altijd eerst eventjes af bij development voordat je het naar de klant stuurt. Want het zou wel eens kunnen gebeuren dat als je als designer een design maakt en het eerst naar de klant stuurt en development zegt, ja, het is eigenlijk technisch niet mogelijk of met het budget dat we ingeschat hebben, gaan we daar zoveel over bijvoorbeeld, dat we op die manier eigenlijk ook geen valse verwachtingen bij onze klant gaan scheppen eigenlijk. Dan zullen we het eens eventjes over webdesign hebben, hè? Yes. Michel heeft een mooi webdesign gemaakt voor ons. Voor onze Boostbox eigenlijk. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. En als we er eventjes naar gaan kijken, zien we eigenlijk ook hier al enkele klassieke voorbeelden naar voorkomen van de verschillen tussen mobiel en webdesign. Hè. Waar we eigenlijk zien dat we bij desktop eigenlijk meer kiezen om toch voor beelden en zo te gaan, proberen we er voor mobiel en op smallere viewports toch iets meer naar te streven om de kern van de zaak eigenlijk iets sneller weer te geven, als ook call to actions eigenlijk die daarbij komen kijken. Ik denk dat ik tegen die regels wel voldoende gezondigd zal hebben in mijn designs. Moest ik een keer met u samen zitten hierover. Het valt nog mee. Het kan er nog mee door. En bijvoorbeeld, als we dan ook zien dat het grid eigenlijk overgaat naar een slider op mobiel en zo. Allee, dat wil toch wel zeggen dat er toch wel enigszins rekening mee gehouden is. Ja. Keigoed. Wat ook heel belangrijk is bij het opmaken van design is eigenlijk dat we een beetje gaan denken in blokken en componenten. Hè. We streven er zoveel mogelijk naar herbruikbaarheid, dat blokken ook heel eenvoudig
cross doorheen heel de website hergebruikt kunnen worden. Die blokken en dergelijke ja, streven er eigenlijk ook wel naar dat er wat consistentie is tussen de verschillende zaken van een webpagina, maar ook dat er naar development zelf iets meer consistentie is om bepaalde zaken te gaan opmaken en tonen eigenlijk. Hè. Wat ons nadeloos bij design systems brengt, opnieuw ook hier hand in hand eigenlijk van het design en development gegeven. Ook bij die design systems focussen we eigenlijk meer op ja, herbruikbare componenten. Wat zit er vaak in zo'n design system? Lettertypes, kleuren, knoppen zijn daar ook een goed voorbeeld van. Denk aan accordeons, navigatie, dat zijn eigenlijk blokken die doorheen heel uw project eigenlijk terug kunnen komen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ja, dit heel uitgezet pakket van Amazon. In Adobe XD bijvoorbeeld kan je ook perfect opmaken in Figma, Sketch enzovoort enzoverder. Hè. Dus ik denk het meest populaire voorbeeld is Material UI van Google. En ja, ik stel eens voor dat jij, ons laat zien hoe dat wij het eigenlijk doen. Hè? Ja, ik heb hier de live versie bij mij staan, of de XD-versie, beter gezegd eigenlijk, van dat webdesign dat daarnet getoond werd. Nu, ik ga hier een paar dingetjes een keer in de praktijk tonen die jij eigenlijk aangehaald hebt, want ik heb nog eentje extra dat we niet gerepeteerd hadden. Een van die belangrijke dingen waar dat gaat over had, dat waren lettertypes. Yes. Nu, lettertypes voor de mensen die vaak met Adobe werken, die weten dat er iets is zoals Adobe Fonts. Nu, yes. De meesten weten ook wel dat er iets is zoals Google Web Fonts. En Google Web Fonts is denk ik wel de grootste repository van fonts voor websites die je kunt gebruiken. Nu, Adobe Fonts. Bijna iedereen kent dat van ja, gebruik voor in de creatieve apps. Ja. Maar wat dan minder geweten is, is dat je daar ook webkits in kunt gaan bouwen. Klopt. Dus als we, maar je moet wel eventjes zoeken als je op de website komt. Dus je gaat naar de website van Adobe Fonts en in de homescreen krijg je, of ik ga naar All Fonts gaan. Dat is de pagina dat de meeste mensen kennen, hè, met een overzicht van al de lettertypes. Nu hier aan de rechterkant zien we Manage Fonts. Ik ga daarop klikken, dat brengt nu naar uw geïnstalleerde lettertypes. Maar dan moet hier bovenaan eens kijken. Daar heb je Active Fonts, dus dat zijn die dat je dan kunt gebruiken in al uw Adobe-apps, maar je hebt hier ook webprojects staan. Ja. Nu, die webprojects, daar ga je eigenlijk een soort van font suitcases of pakketjes mee gaan bouwen, waarin dat je een aantal lettertypes verzamelt en die kun je dan, zoals dat je hier ziet, via een embedcode koppelen aan u of aan uw developer geven, aan u dus. En dan kun jij dat eigenlijk inbouwen in uw website natuurlijk. Ja. Nu, bij Adobe Fonts zijn ook alle fonts in Adobe Fonts, die zijn beschikbaar voor web. Dus alles is zowel voor print als voor web beschikbaar. Mooi meegenomen, maar ondertussen, dat stijgt elke maand, zijn dat 3345 fontfamilies die beschikbaar zijn. Ook iets meer de custom fonts en dergelijke, hè? De uitzonderingetjes en zo. Nu, eentje waar dat ik wel een opmerking hierbij wil maken, dat is allemaal goed en wel dat je hier fontpacks kunt bouwen en webkits en zo. Maar wat als je Adobe ID verdwijnt? Yes, dat is een adder natuurlijk. Ja, dat is een addertje onder het gras, want daar moeten we mee opletten. Want die fontpacks die hangen dus vast aan uw Adobe ID. Ja. Dus let daarmee op, zeker in een agency of een bureauomgeving. Zorg dat die allemaal aan een Adobe licentie en ID gekoppeld zijn, dat nooit meer zal verdwijnen. Eentje dat altijd zal bestaan. Je kunt gemakkelijk een Adobe ID van mailadres veranderen en zo. Dus dat hoeft niet vernietigd te worden, maar let daar wel mee op. Goed, let's dive into Adobe XD. En we gaan hier een keer een paar van die principes die je eigenlijk hebt aangehaald naar voren gaan brengen over die design systems dat werken met die blokken en die componenten. Dus een heel klassiek voorbeeld daarvan dat ik hier al een keer eventjes wil tonen. En ik denk dat die twee geswitcht zijn, dus ik ga ze even verzetten. Ik ga mijn main component hierop zetten. En deze twee die zijn hier ook geswitcht, dus ik ga dat ook nog eventjes doen. De mensen thuis weten niet wat er gebeurt nu, maar dat zal zo dadelijk duidelijk worden. Goed, dus als je een website ontwikkelt of ontwerpt, eerst en vooral XD is uitermate geschikt om visueel in te gaan designen. Ja. Dat voelt een beetje als Illustrator. Daar zitten heel herkenbare principes in om mee te gaan designen. Maar dan heb je wel een stukje een learning curve. Nu, qua tools is dat zeer beperkt, maar laten we direct een keer naar meer de kern
kern van de zaak hier gaan kijken en dat is werken met componenten eigenlijk. Dus een webproject, en dit is peanuts, dat is twee keer niks, hè, dat weet jij ook wel. Maar als we gaan kijken naar een echt webdesign of een degelijke site, dan hebben we het over tientallen, honderden pagina's dat er eigenlijk gedesigned worden. Dus ik ga dan nu even rap een aantal kopiekjes gaan maken. Voilà, allemaal prima. Goed, ik heb hier nu heel veel pagina's staan. Nu stel dat er een of andere grapjas afkomt en zegt make the logo smaller. Het is meestal bigger dat we horen, maar als die zeggen make the logo smaller, wel, moet ik dat dan overal gaan aanpassen? Nee, uiteraard niet. Ja, even bezig zijn. Ja, voilà, daar zou even mee bezig zijn als dat op 100 pagina's is. En daarom dat we hier werken eigenlijk met het components principe. Nu kan er hier maar twee side-by-side zetten. Maar kijk, ik duik hierin. Ik pak dit vast en je ziet dat links ook al mee verschuiven. Nu, hoe komt dat? Omdat dat hier in de document assets is dat een component en dat is mijn header component. Dus, en dit zelf, dat logo, dat is ook nog een keer een component. Dus ik kan dat niet alleen hier gebruiken, dat logo. Kijk, dit is het logo. Oep, ik kan dat hier gaan zetten. Bijvoorbeeld, oeps, ik ga het even beter selecteren. Ik moet hier even in gaan duiken en die groeperen, responsive uit. Ah, hop, en dan gaat dat netjes resizen. Voilà. Nu, ik had dat eigenlijk wel in mijn bron moeten doen en ik kan hier zeggen edit main component. En als ik die ga gaan aanpassen bijvoorbeeld en ik delete daar iets in, dan zie je dat ook weer overal gaan veranderen. Behalve bij dit, want dat is overschreven. Dus waar, dan zie je dat overal mee updaten. Dat even in een notendop wat we eigenlijk kunnen gaan doen in Adobe XD. Als ons design dan ook effectief klaar is, dan kunnen we ervoor gaan kiezen om het eigenlijk al in een eerste versie van HTML-componenten te gaan omzetten. En daar kunnen we heel eenvoudig een tool zoals Storybook voor gebruiken. Dat is eigenlijk een React library die ons eigenlijk toelaat om daar onze componenten effectief in HTML al te gaan definiëren. Ook verschillende states in uit te zetten. En voor knoppen kunnen dat bijvoorbeeld de primary buttons zijn, secondary buttons, ghost buttons enzovoort en zo verder. En zoals je aan de rechterkant kan zien, zie je daar show code staan en kan je als developer meteen ook de juiste code gaan kopiëren om in jouw backend eigenlijk van jouw project te gaan gebruiken. Wat ons nadeloos brengt, als we dit eigenlijk allemaal gedaan hebben, kunnen we gaan prototypen. En prototyping geeft eigenlijk zowel de klant enerzijds een gevoel van een beeld over hoe dat zijn project er gaat uitzien als eigenlijk de developers zelf. Hè. Zij zullen al een beeld krijgen eigenlijk van de look and feel, afmetingen, animaties en nog veel meer. Ik stel voor dat Michael jullie terug meeneemt naar XD om te laten zien hoe prototyping ook effectief in de praktijk in zijn werk gaat. Hè. Ja. Nu, ik hoor u hier zeggen dat uiteraard uw klant dat goed ziet, maar een tweede aspect van prototyping is testen natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Op uw eindgebruiker liefst, als je dat kunt. En ik geef dat altijd in opleidingen graag mee. Dat is ook hoe dat wij, we hebben de luxe gehad om dat te doen voor onze eigen Talent Academy website. Dus maar eerst hier nog een keer laten zien voor de mensen die aan het kijken zijn. Dus in Adobe XD. Gaan we bovenaan naar dat gedeelte prototype of option 2. Goed, in prototyping mode kun je basically, ik zal het een keer gewoon echt heel droog laten zien hoe dat we dat hier doen. Stel dat ik hier een knop heb bij tickets en dit is mijn ticketspagina, zal ik die noemen. Dan kunnen de mensen dat een keer zien. Ik heb hier een knop staan Buy Tickets. Als ik die in prototyping mode aanklik, krijg ik daar gewoon een blauw pijltje. En dan kan ik dat netjes gaan koppelen aan andere elementen of artboards in mijn design. Een keer gekoppeld, kijk dan zeker een keer aan de rechterkant eerst. Want daar kun je gaan bepalen hoe dat die knop zal gaan werken. Dus je hebt daar verschillende triggers. Triggers, wat is dat? De actie die je gebruiker onderneemt. In dit geval basically is dat een tap of een klik, zo gezegd. Maar je hebt er nog een aantal andere. Bijvoorbeeld ook voice triggers, vind ik altijd tof om een keer te doen. Dan kun je zeggen, koop mij tickets. Hop, en dan gaat die pagina open, letterlijk. Maar dat is vooral meer gericht, die voice op apps en zo. Ja. Dus dan kun je daar zo van die gedragingen in steken. Ook keys en gamepad. Je kunt bijvoorbeeld een Xbox controller eens, denk ik, aansluiten op je MacBook. En dan
kun je die kloppen toewijzen. Al gamend doorheen je prototype gaan. Ah, wel, cool, ik heb al proof of concepts gezien van games die in XD waren gemaakt. Dus eigenlijk voor de HUD, de heads-up display, dat je kon zien hoe dat animaties waren voor een first-person shooter bijvoorbeeld. Dat je zag reloaden, hoe dat werkt, hoe dat alle gouges en zo werken op het scherm. Dan komt er binnenkort ook nog een VR-functie bij. Dus ja, wie weet. Goed, maar dus zo ga je gaan verbinden. Hè. Je gaat dan een trigger instellen en dan kun je nog een tippen van overgang gaan bepalen. Dat zijn er verschillende, te veel om op te noemen misschien. Ik ga hier gewoon simpele transition bijvoorbeeld gaan tonen. Met welke animatie stop ik daarop? Bijvoorbeeld een slide left. Ik weet dat dat redelijk tacky is. Ik ga daar ook een second op zetten, dat dat lekker lang duurt. Hè. En ik ga daar ik ga een keer een snap daarvan maken, of een bounce. Ja. Goed, een bounce. We gaan een keer zo doen vandaag. Hè. En onze developers gek maken trouwens. Waarschijnlijk. Oké. Goed, nu nog één dat ik hier ook een keer wil toelichten. Je ziet dat er hier ook al een verbinding in zit. Ik ga die een keer aanklikken, want dat is een speciale. Dit is een overlay. Type acties en een overlay, wat dat wil zeggen dat deze pagina over deze pagina zal gelegd worden in het prototype. Oké, nu dat ding in actie een keer gaan bekijken. Dus ik klik mijn home desktop aan en dan kan ik hier op de play button rechtsboven gaan klikken, het preview venster. Dat is één ding, dat is om het eigenlijk te gaan testen hier op je eigen desktop. Je krijgt dan een preview venster te zien waar dat jij gewoon netjes doorheen heel je design kunt gaan scrollen om dat te gaan previewen. Maar alle links werken hier ook, dus ik had hier scroll to links ingestopt. Bij info, FAQ en de line-up, zodat dat naar daar scrolt. Simpel. En voor die login, dat was met die een overlay, remember. Dus als mensen hierop klikken, komt dit in de plaats geschoven. En ik hoop nu dat mijn animatie mooi werkt. No account yet. Nee, hij doet het weer niet. Oh. Goed, ik vind dat zo jammer. Ik moet hem tonen aan de mensen. Ik heb er zoveel werk in gestoken. Dus ik ga van hieruit op de play en dan klik ik hierop nog. Yes! Victory. Oké, programmeer dan maar een keer. Oh. Dan denk ik dat we eventjes bezig gaan zijn. Maar het kan. Oké, het kan. Goed. Dus al die gedragingen, die animaties, dat kunnen we hier perfect gaan doen. Ook zo voor mobile natuurlijk. En hier wil ik er ook nog eentje laten zien. Dus als ik die even ga gaan previewen. En ik ga hier bijvoorbeeld naar die artiesten, die scroller waar dat sprake van was. Ja. Dat is ook iets dat je perfect kunt gaan simuleren. Dus ja, dat lijkt wel, want dit is nog altijd geen website. Je kunt dat ook niet publiceren als een website in principe. Daar hangt nog geen CMS-systeem achter. Klopt. Maar wat is nu eigenlijk de whole point? Want ik weet, in veel omgevingen lijkt dit een grote investering. Hè? Je zet praktisch weken bezig met het design van je website in UX/UI stage of fase. Terwijl dat er eigenlijk nog niks gecodeerd is. Nee, nu, even vergelijken met vroeger. Design, develop. Niet goed, schrappen code, terugdesignen, hup. En dat ging altijd heen en weer. Pingpongwedstrijd, hè. Ja, dat is nu de whole point van deze tools. Je gaat ontwerpen, prototypen, testen. Dan weer gaan itereren. Want hierna kom je met een volledig werkend prototype naar je developer en je kan dat eigenlijk relatief snel gaan beginnen programmeren. Ja. Ja, dan niet alleen, maar het gaat ook sneller en je weet dat je direct juist zit ook. En dat is denk ik wel de grote tijdswinst dat hierin zit. Ja, absoluut. Denk nu nog, degene die dit kan koppelen aan een live CMS, dat die voor eeuwige faam kunnen gaan. Hè. Als dat kan op een dag. Mocht het alle teksten zo daar bijvoorbeeld ook voor SEO-doeleinden goed meenemen, dan had het echt victory geweest, denk ik. Maar helaas, dat is ook een van de redenen waarom dat we dit nog niet als een volledige tool of website zouden kunnen gebruiken. Hè. Ja. Laat ik nu al even de sharing zien ook, of wat ik daar ook nog zeggen. Goed, dus die prototyping, daarmee maakt alles interactief. En dan komt het gedeelte van sharing. Dat is hier bovenaan option 3, of geklikt op share. En van hieruit ga je eigenlijk je prototype gaan publiceren online om met andere mensen te gaan delen. Nu, je kunt dat voor een paar doeleinden eigenlijk gaan gebruiken. Als je kijkt hier bij je share settings, de view settings beter gezegd. Dan hebben we hier bijvoorbeeld design review. Uiteraard om feedback op je ontwerp te gaan ontvangen van één of meerdere mensen. We kunnen ook development, gewoon om te presenteren en specifiek ook voor user testing. Nu bij die user testing bijvoorbeeld krijgen ze je website te zien in de browser. Ja.
kunt je link dan doorsturen naar die mensen. Maar die krijgen niks van hints of tips. Het is echt wel, je geeft die mensen dan ook vaak een script of een opdracht van boek nu een keer tickets op de website. En concrete situatie. Ja, en dan ga je observeren van, geraakt hij daar? Slaagt hij in zijn aankoop, ja of nee? En als hij daar niet in slaagt, moet hij weer naar de drawing board. Terug itereren. Voilà. Goed. Nu, die development, die wil ik hier toch een keer eventjes laten zien, want dat had ik met u al een keer overlopen. Hè. Yes. Dus voor developers, en hier zit eigenlijk de tijdswinst ook. Elke die heeft specifieke dingen nodig uit een design natuurlijk. En als ik haar een development link stuur, wat krijgt zij dan te zien aan haar kant? Zij krijgt eerst en vooral het design te zien. Zij kan daardoor gaan scrollen. Dat is ook interactief. Ja. Dus zij kan hier op dingen gaan klikken. Voor de interactiviteit moet je wel in de commenting mode blijven. En dan werkt dat. Zie je, dan heb ik hier netjes mijn drop-down menu'tje. Dus dan zie je dat hier in actie. Nu, voor development moet zij dan naar hier gaan en dan kan zij eigenlijk in de browser de assets voor te beginnen. Ik heb dit asset gemarkeerd voor export. Dus zij kan nu zelf dat aanklikken en dan onderaan zelfs gaan kiezen, wil ik daar een SVG, een PNG, een PDF of een JPEG van hebben. Dat is ideaal eigenlijk. Hè? Ideaal, dan moet ik dat allemaal niet meer doen natuurlijk. Hè? Dus dat zit allemaal in mijn design ingebouwd. Kleuren. Super simpel. Jij klikt daarop en dat wordt direct gekopieerd. En dan kun je dat daar in je CSS-stylesheets gaan inpleuren. En hetzelfde ook met deze styles hier en dergelijke. Dus eigenlijk alle informatie is hier voorhanden. Ook als zij gaat klikken in het design eigenlijk, dan ziet zij afmetingen en dergelijke. En kan ze daar direct mee aan de slag. Dus toch wel, alles. Ik vond op dat gebied dat XD heel goed was vanaf dag 1. Ja. Dat ze eigenlijk die combo maakten tussen design, prototyping en sharing. Absoluut. En dat zag je toen bij geen enkel ander. Maar ik denk dat de anderen wel mee zijn ondertussen. Absoluut. Ja, zeker. We gaan daar zeker niet en we komen er zo meteen ook nog op terug, het hele feedback verhaal. Hè. Dus... Ja. Goed. Yes. Op het einde van de rit is het heel belangrijk om uw design eigenlijk te gaan testen. Hè. Yes. Dus testing kan eigenlijk heel eenvoudig verlopen. Dat hoeft niet super fancy te zijn in een prototype zoals dit. Je kan eigenlijk ook heel eenvoudig gewoon je wireframes eigenlijk op voorhand al gaan testen op papier eigenlijk. Hè. Dat kan zelfs een gewone verzameling zijn van eenvoudige sketches die je hebt gemaakt om al een eerste userflow uit te zetten. En deze kan je dan eigenlijk op hun beurt gaan voorleggen aan de eindtoelgroep om hier dan ook effectief tegen te zeggen van, hè, zoals Michael al aangaf, dit is de eerste flow die we hebben uitgezet. Koop nu eens een ticket voor ons Boostbox Festival. Natuurlijk, als we het hele testproces doorlopen hebben, is het ook belangrijk om feedback te gaan verzamelen. Ik weet niet of jullie het nog weten van vroeger. Hè. Bij print is dat ook heel hard zo. Dat we onze designs daar ook effectief meestal exporteerden naar een PDF bijvoorbeeld. Die PDF naar alle stakeholders op die moment stuurde die feedback moesten geven. Die plaatsen dan eigenlijk in die PDF's eigenlijk alle comments die er moesten zijn, om dan misschien 10 PDF's terug te krijgen en dan ook effectief al die comments te gaan verwerken. Hè. Ja. Iedereen kent dit soort PDF's nog wel en een PDF van uw design met heel veel comments. Of websites uitprinten. Of websites uitprinten en gewoon alles erbij schrijven. Ja, gelukkig zijn we ook daar op vooruit gegaan. Hè, en kunnen we bijvoorbeeld in Adobe XD heel eenvoudig comments gaan geven. Hè? Dus waar we dan ook de developer preview hebben, hebben we ook de design feedback review. En daar kunnen we dan ook gewoon die feedback plaatsen. En dat is het ook dat het misschien vermeden wordt dat dezelfde comment 3 of 4 keer geplaatst wordt. Hè? Ja. Dus opnieuw ook tijdsbesparend om zaken sneller en efficiënter gedaan te krijgen. Dus opnieuw ook ter bijdrage van onze flow. Nu, over die design systems en dergelijke wil ik ook nog graag zeggen. Het opzetten van zo'n design system kost de eerste keren wel eventjes tijd, maar eens dat je dat opgezet hebt eigenlijk, is het ook meestal de bedoeling dat je dat kan gaan hergebruiken eigenlijk. Hè? Dat je dat per project eigenlijk kan gaan overdragen. Dus
ga ervan uit, ene keer heel veel tijd investeren om heel die flow en heel dat project eigenlijk op te zetten en om dan vervolgens gewoon te gaan hergebruiken eigenlijk, en ervan te blijven profiteren dat je het eigenlijk hebt, om het zo te zeggen. Hè? Ja, zoek daar ook de juiste persoon voor. Iemand met een analytisch inzicht, absoluut, en denkvermogen, absoluut, en wat technisch in het opzetten van die dingen. Absoluut. Ja. Als eigenlijk heel ons designproces eigenlijk uitgezet is, gaan we langs de development kant eigenlijk meestal het design implementeren in een CMS. Een CMS staat voor Content Management Systeem. Wat doe je er nu eigenlijk? Zeg dan een keer. Wij gaan eigenlijk gewoon aan de slag om dat design gewoon eventjes heel snel om te zetten in een website. Hè. Jammer, zo snel gaat het niet. Er gaat ook wel wat denkwerk aan vooraf. Ik heb het al een paar keer aangehaald. Ook iets dat belangrijk is om vanaf het begin eigenlijk uit te zetten, is gewoon weten wat voor type project dat we hebben. Hè. En ook natuurlijk, welk content management systeem past daar eigenlijk bij? Denk maar aan, moeten we een heel informatieve website hebben? Zitten we met een webshop? Ja, dat zijn al twee heel andere types van content management systemen. Hè. Plus ook de flexibiliteit van te denken in templates en in post types. Hè. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van de backend van onze Boost-pagina. Je ziet dat dat er vaak ook heel anders eigenlijk uitziet in de backend als in de frontend. Dit is bijvoorbeeld de backend van onze pagina. Dit is de frontend, dus je ziet dat ziet er helemaal anders uit. Tegenwoordig streven CMS'en, zeker WordPress, zet daar heel hard op in met al zijn pagebuilders eigenlijk, om heel hard te streven naar het what you see is what you get principe. Hoe je websitepagina er in de backend uitziet, zo zal het er in de frontend ook gaan uitzien. Ik vond het in de backend beter. Cleaner, hè? Opnieuw, dat component denken is ook heel hard aan bod in development eigenlijk. Header en footer zijn bijvoorbeeld heel vaak voorkomende componenten. Contactblokken zijn ook heel voorkomende componenten. Thumbnailblokken zijn ook heel veel voorkomende componenten voor portfolio, vacatures, blogberichten. Dus gewoon op tijd samen zitten met de juiste persoon opnieuw key. Hè. Ja, graag een onderliggende basis die er altijd hergebruikt kan worden, want dat bespaart natuurlijk allemaal. Absoluut. En eens dat je daar je flow wat in gevonden hebt, gaat het ook allemaal veel efficiënter gaan. Hè. Als we kijken naar CMS'en, zien we ook dat er een wildgroei is. Ik raad alleen maar aan, doe onderzoek naar wat je effectief nodig hebt en kies op basis daarvan het juiste CMS. Zijn er voor een webshop, zijn er voor een single source of truth, zijn er voor een what you see is what you get website, afhankelijk van wat je ook nodig hebt. Joomla staat er nog tussen. Joomla staat er nog tussen, het wordt nog gebruikt. Goed. Wat komt er nog bij kijken? Eens dat het platform dan live staat, is het ook heel belangrijk om eigenlijk alle moeite en tijd dat je geïnvesteerd hebt, om dat ook effectief te gaan trekken. Hè? Dus iedereen kent analytics tools zoals Google Analytics en Hotjar wel. There's a new kid in town genaamd Microsoft Clarity. Jawel, het is eigenlijk een hele goede tool die eigenlijk Hotjar en Google Analytics een beetje combineert. En ons eigenlijk ook heatmaps en dergelijke van onze projecten gaat tonen. Je kan ook recordings erin vinden van user sessies. Uiteraard niet in strijd met de GDPR-wetgeving, om effectief te gaan kijken hoe gebruikers naar onze website gaan navigeren. Ik hoor nu Microsoft zeggen en ik zag hier direct ons viewers enorm dalen. toch het proberen waard. Microsoft doet gelukkig ook goede dingen. Wat we hier ook zien is dat je bijvoorbeeld heel eenvoudig Google Analytics kan gaan koppelen om daar ook de statistieken weer te geven en te gaan combineren. Ook hier zien we dat design en development opnieuw hand in hand gaan. En aan de hand van dit soort tools is het uiteraard ook heel eenvoudig om te gaan itereren en ook heel snel bijsturingen te doen. Al dan niet meteen al in development, zonder dat je terug heel het designproces moet gaan doorlopen. Voor heel eenvoudige dingen kan dat heel snel en ook opnieuw tijd en uiteraard ook geld besparen. Nog een laatste puntje dat we graag zouden aanhalen is eigenlijk de toegankelijkheid van websites. Nu, dat is eigenlijk alles wat we eraan doen om het web voor iedereen toegankelijk te maken. Dat uitzicht zowel eigenlijk zichtbaar als onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen die minder goed zien of slechthorend zijn of dergelijke, dat ook zij nog een kans krijgen om effectief websites eigenlijk te gaan bezoeken en bekijken. Hè. Dus zoals ik al zei, zichtbaar zijn dat heel veel zaken die we doen. Denk bijvoorbeeld aan contrastkleuren, lettertypes, groottes van bepaalde zaken, duidelijke foto's. Eigenlijk alles wat we ook gewoon direct met het blote oog zien. Waar weten wij grafici alles? Absoluut, dat is ook het in layout.
Ja, dat is ook het ultieme doel natuurlijk. Hè. Dus enerzijds is het de graficus, de UX-UI designer eigenlijk, hun taak om ervoor te zorgen dat het eigenlijk allemaal goed zichtbaar is. Hè. Ja. Anderzijds nemen wij het als developer zijnde een beetje over. Dat we bijvoorbeeld aria-labels voorzien bij interactieve elementen. Dat we ervoor gaan zorgen dat links en afbeeldingen alt- en title tags hebben. Dat de pagina's qua headings en dergelijke goed gestructureerd zijn. En dat eigenlijk screenreaders zijn daar denk ik het beste voorbeeld van. Alles heel logisch en goed kunnen gaan opvolgen en uitlezen. Hè. De website van BBC... is daar ook een heel goed voorbeeld van. Als je 3 keer op de tabtoets duwt, krijg je eigenlijk een knop te zien die gaat zeggen Accessibility Help. En als je daarop klikt, kom je eigenlijk op een pagina terecht met heel veel tips en tricks om de site eigenlijk veel beter te gaan bekijken, mocht je slechtziend zijn of slechthorend. Heel goed initiatief trouwens. Ook verplicht hè, voor veel opdrachtgevers. Absoluut. Ook heel belangrijk. De Belgische overheid bijvoorbeeld, moet allemaal accessible zijn. Ja. Hetzelfde op pdf-gebied, in print. Alles voor moet pdf's voor iedereen. Allemaal accessible. Ja, klopt. Waar denk ik ook aan, als je bijvoorbeeld in een designfase zit en je hebt iets waar extra uitleg bij getoond moet worden, bijvoorbeeld een tooltip, probeer dat toch al mee te nemen in design om dit op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier eigenlijk weer te geven. Dus ook opnieuw, dat proces start eigenlijk al in het begin. Hè. Er zijn gelukkig ook tools die ons kunnen helpen om te gaan kijken of onze site eigenlijk toegankelijk genoeg is. Denk aan de Wave tool van WebAIM. Kan je gewoon heel eenvoudig bezoeken. Jouw site daarin knallen eigenlijk en dan krijg je meteen eigenlijk een rapportje te zien hoe toegankelijk jouw website eigenlijk is. Okay, goed. En als je het goed doet? En als je het goed doet, inderdaad, Michael heeft het al aangehaald, als je eigenlijk in België het goed doet en je website is heel toegankelijk, kan je aanspraak maken op het AnySurfer label. En ik denk dat dat wel een hele mooie achievement is om dit op jullie website te hebben staan. Want dat wil zeggen dat jouw website absoluut toegankelijk is voor iedereen eigenlijk. Wens je meer te weten over toegankelijkheid, dan raad ik aan om de website van Accessibility, ook al Ally genaamd, eventjes te bezoeken. Op deze website kan je heel veel tips en tricks eigenlijk terugvinden hoe dat je eigenlijk de site zo toegankelijk mogelijk kan maken. Voilà. Great. Yes. Goed, bedankt voor deze overload aan informatie. Maar je hebt dat heel toegankelijk gemaakt. Ik hoop het. De accessibility lag hoog, dus je krijgt het AnySurfer label van mij. Dat was het voor onze websessie. We hebben een klein beetje vertraging opgelopen wegens de technische issues, de paar dat er waren. Ik weet nu niet of hier nog vragen waren, maar ik denk, ga je nog even de chat in om eventueel wat vragen te beantwoorden? Ja, ik ga zo meteen de chat in om de vragen te beantwoorden. Klopt. Dus als je hier nog vragen omtrent hebt of eender welke webvragen, maakt op zich niet uit wat, denk ik. Ik sta jullie met veel plezier te woord. Prima. Dan gaan we nog even een korte pauze nemen van 7 minuutjes, want om 3 uur starten wij met de laatste sessie met Sean en dan duiken wij de wereld van motion design in. Dus tot zo dadelijk.